Je probeert het geld helemaal los te zien van het spel. En dat lukt natuurlijk niet altijd, want als je in de finale van een groot toernooi zit, dan denk je toch van nou, hier valt echt wel veel te verdienen. Aan de andere kant wordt het spel dan ook leuker en kom je daardoor meer in je spel. Dus gaat het daardoor misschien wel beter. Ik speel zelf meer voor de eer. Ik vind het leuk om toernooien te winnen en om ver te komen. Soms is het heel gezellig aan tafel, zeker als je met spelers zit die je al kent, en soms ook helemaal niet. En het grappige is eigenlijk, hoe hoger de buy-in van een toernooi wordt, hoe gezelliger het wordt. Dus als mensen voor meer geld spelen, dan zou je verwachten dat het veel minder gezellig eraan toe gaat. Maar dat zijn juist vaak mensen die al heel lang spelen en die elkaar heel goed kennen. Terwijl beginners, die willen echt graag winnen en geen domme dingen doen. Dus die zijn vaak stiller of die worden boos als ze een hand verliezen. Het leuke vind ik de combinatie van een analytisch spel. Je moet er heel een beetje wiskundig naar kijken, maar ook mensenkennis hebben. Ik denk dat je als wiskundige wel voordeel hebt bij het pokeren, want je kunt wat beter analytisch nadenken. Je bent gewend aan het oplossen van problemen, aan het verzamelen van informatie. Sommige dingen van poker kun je ook wel in het dagelijks leven gebruiken. Gaat op een heel specifieke manier naar problemen kijken en je weet dat er iets als kans is wat je uiteindelijk zoveel mogelijk wil laten uitmiddelen, maar waar je ook gebruik van kan maken. Wat betreft mensenkennis, niet zozeer. Misschien als ik zakenman zou zijn en zoveel mogelijk geld uit mijn tegenstanders of uit mijn medezakenmensen zou willen halen, dat ik er iets aan zou hebben, maar in mijn dagelijks leven niet echt. Ik heb ook sinds een aantal jaren een mascotte, een klein eekhoorntje wat gewoon bij de plus vandaan kwam, wat ik op mijn chips heb staan. En het leuke is dat mensen dan wel gaan denken dat je daar een soort bijgeloof bij hebt en dat je denkt dat het beter gaat als hij er wel bij is dan als hij er niet bij is. En dat is helemaal niet zo, het is gewoon een leuk hebben dingetje. Ik heb hem ooit meegenomen omdat ik twee toernooien tegelijk aan het spelen was. En als je dan in het ene toernooi zit, dan kan je stack, je chips kunnen dus verplaatst worden als er een tafel opgebroken wordt. En dan wil je ze terug kunnen vinden. Dus dan heb ik dat eekhoorntje erbij gezet om mijn chips terug te kunnen vinden. En sindsdien neem ik hem eigenlijk altijd mee.